Ik moest zo lachen dat ik laatst dacht van... hij heeft alle schrootjesplafonds weggehaald en ik breng ze er nu weer in. Dus ik denk, als hij dat hoort en ziet, dat hij zich omdraait in zijn gaf. Of dat hij denkt, he, dan heb je dat eigenwijs stuk oh, tevreden. Dus ja, precies. Waarschijnlijk wel. Elke week neem ik je mee naar een nieuwe, bijzondere locatie... waar ik een gesprek heb met een bekende gast... Vandaag ontmoet ik interieurdesigner Monique de Bouvry op een wel heel bijzondere plek. Het idyllische kapelletje waar haar kinderen Bo en Jan zijn gedoopt. Monique is continu in beweging, altijd al geweest ook. Met haar aangeboren gevoel voor styling is Monique's grootste passie het creëren van. Ik nodig Monique uit omdat ik meer over haar wil weten. We nemen plaats op een modulaire bank. Welke verhalen krijgen we te horen als banken konden praten? Hé hey Monique! Hé hey, Renate, wat een mooi plekje. Wat fijn jou te ja, zien. Ja, maar we mogen niet. Um... Nee. Niet zo. <laughs> hey. Het is absoluut uh, tot nu toe wel een van de mooiste plekken is waar ik heb gesproken met iemand. Ja. Het is heel lang geleden dat ik hier voor het laatst geweest ben. Maar dit, he dit heeft wel iets met mij, dit plekje. Ik laat la jou voor. hier kan je een leuk lof van maken. Ja, begeleid ja, die interieurgeest ja, weer Ja, natuurlijk. Dat blijft altijd broeien, natuurlijk. Ik vind het er heel sfeervol uitzien. Nou, ga zitten. Ja, gezellig. Ga ik hier zitten? We hebben toch nog een beetje afstand. Prachtige plek waar we zijn, maar wat heb jij met... Ja, ik ben hier natuurlijk uh, nou, heel lang geleden geweest... omdat uh, ik... Uh, mijn beide kinderen zijn hier gedoopt... Ja. En uh, toen was, in mijn gevoel, was het eigenlijk veel groter. Maar het is, het, is heel, het is heel klein. Maar het is wel een heel fijn plekje. Ik heb ooit ook gezegd: er ligt een heel mooi kerkhofje trouwens bij. Een soort natuurkerkhof. Ja. Ik heb ooit ook gezegd: van, uh, Ik zou daar wel begraven willen worden. Maar ja, nu ligt Jan natuurlijk in aarde. Dus ik. Dan zou je dan ga, niet ik daar. Ik ga daarnaast liggen. We beginnen wel even lekker. Gewoon. Ja, dan nee, nee, hebben maar gehad. We, we, het we het maar gehad. Nee. Maar hoe, hoe ben je ooit hier terechtgekomen? Nou, ik kom zelf uit Apeldoorn. Ja? En um, dit is toch een hele bijzondere omgeving. Heel mooi bosrijk. Um, ik ging vroeger met mijn vader. Die maakte me dan vaak s morgens om vijf uur, zes uur wakker. En dan gingen we het bos in. Uh, hij is echt een natuurmens. Ja. Ik ben volgens mij nog met mijn ouders hier ooit ook bij de nachtmis geweest. Ik kom natuurlijk aan een katholiek gezin. Ja. Dus vandaar. Ja, Toen dacht ik, kinderen moeten gedoopt worden. Nou, dat doen we dan hier. En wat waren jullie voor gezin? Vroeger, als je terugdenkt aan je jeugd. Um, wat waren voor gezin? Ik weet dat ik uh, mijn, mijn, uh, mijn vader was ondernemer. Ja. Uh, ik was al heel jong zelfstandig. Ik weet dat ik mijn, mijn eerste baantje uh, was volgens mij bij een parfumeriewinkel, toen was ik 13, toen dus stond ik buiten de uitverkoop dingetjes te verkopen. Ja. Het is wel zo dat ik natuurlijk al uh, van jongs af aan, uh, min of meer, mijn moeder werkte ook, uh, toch wel voor mezelf moest zorgen op een bepaalde manier. Ja. Uh, dus ik moest mijn eigen lunchpakketje maken. Uh, ik, ik was 12, ik kon ook koken. Maar dat was, het werd wel gestimuleerd, maar ik deed het ook zelf. Ik vond het ook zelf heel fijn. Mijn moeder was niet de moeder die uh, thuis op, met de thee zat te wachten op mij. Ik heb, dat, ik heb dat ook niet gemist, moet ik eerlijk zeggen. Ik was gewoon een heel ondernemend kind. Ik was altijd bezig. En ik merk nu wel met mijn dochter. Ja. Die kan het me af en toe wel kwalijk nemen dat ik er nooit voor haar ben geweest met dat kopje thee. Ik zeg maar, ik ben zo'n moeder niet. Ik ben een andere moeder weer. Wat wilde jij vroeger worden als kind? Kan je dat nog herinneren? Ik wilde toch wel iets met, met reizen gaan doen. PR, dat, dat vond ik wel leuk. Ja. Uh, maar ik ben eigenlijk toch toen met mijn moeder... ben ik een tweedehands warenhuis begonnen. In Apeldoorn? Ja, dus ergens gewoon daarin gerold. Uh, kwam natuurlijk uit een middenstandsgezin... Ja. En dat was een, ja, een van de eerste tweedehands warenhuizen toen de tijd. En wat verkochten jullie allemaal? Nou ja, wat verkochten we? Wat verkochten we niet? Uh, van, tot, tot wasmachines. Uh, maar ook de Louis Vuitton koffers die werden toen aangeboden. Die nu uh, een godsvermogen waard zouden zijn geweest. En die kregen wij gewoon. En die werden gewoon doorverkocht voor heel weinig geld: uh, kleding, van alles. En waar, waar, hoe kwamen jullie dan aan die spullen? Die... Er kwamen mensen inbrengen. Okay, dus dat was eigenlijk een soort van kringloop. Ja, dat is het. Ja, tweedehands warenhuis was het. Ja, een kringloopwinkel. Ja, echt heel leuk was dat. En is daar dan ook een beetje de liefde voor interieur ontstaan? Nee. Of? De liefde voor interieur is eigenlijk ontstaan. Uh, ik zat op zo'n, zo ik noemde het een knutselclub. Dat was ja. één keer in de week. En, en uh, daar maakte ik dingen van klei. Ik was altijd bezig. Ik was ook in mijn kamer dingen aan het verven. Ik was altijd bezig om dingen te maken. En Doordat mijn moeder ook altijd met de interieur bezig was, ja, dat is er misschien zo ingehoud. Het moest denk ik allemaal zo zijn. En hoe was dat? Zaten jullie dan gezellig met z'n allen op de bank televisie nou, te kijken? Nou, wat we dan wel deden in het weekend op zaterdagavond gingen we dan met z'n allen televisie kijken. En dat vond ik altijd hele gezellige avonden. Uh, met hapjes op tafel. En dan gingen we naar. Uh, van de acht kijken of zo met Misbouwman. Wat voor bank hadden jullie vroeger thuis? Ik weet dat uh, uh, mijn moeder uh, was heel erg met interieur bezig en wij hadden witte bank, volgens ja. mij hadden wij al. Nou, je bent natuurlijk um, zelf ook ziek geweest. Ja. en ik kan mij herinneren dat Jan in een interview heeft gezegd over jou: sinds Monique ziek is geweest, heeft ze altijd haast. Klopt. En sinds kort. Uh, word ik elk half jaar gecontroleerd. Daarvoor was het elke drie maanden. Eén, voor, de, voor iemand die nu luistert, oh, sorry. was het non hodgkin Ja, uh, non hodgkin ja. was ja. het. Daar ben ik inmiddels. Ik ben ook ambassadeur ja. van geworden. Maar misschien omdat ik um, weet ook um, dat het leven eindig is en dat je dan zoveel mogelijk alles mee wil maken, je wilt leven opzuigen aan alle kanten. Ik denk dat dat er wel heel erg sterk mee te maken heeft, omdat je dan weet het eindigt een keer. Maar ik wil dit nog doen, ik wil dat nog doen, ik wil nog heel veel dingen doen. Dus ik denk dat dat ermee te maken heeft. En het is natuurlijk ook iets waar je in principe nooit gezond weer mee wordt verklaard, hè? Um, nou, zo voel ik het niet. Nee, het blijft natuurlijk altijd latent aanwezig. Het is voor mij inmiddels heel lang geleden. Het is denk ik uh, pff, inmiddels een jaar of 17 geleden. Maar het blijft altijd aanwezig. Het sluimert dus, zeggen ze. Maar um, merk je echt aan jezelf ook het verschil van voordat je ziek was en daarna dat je daar anders in het leven door bent gaan staan? Behalve die haast die je dan misschien voelt? Ja, toch wel. Ja? Meer bewust. Meer bewust van het leven. Dat is het verschil. En ik denk soms ook wel eens: misschien heeft het moeten overkomen. Om meer bewust te worden van het leven. En dan daarbij ook weer het geluk te hebben dat je weer door mag gaan. Ja. Want iedereen roept altijd van. Nou, ik heel hard gevochten. Toen zei ik: nee, ik heb geluk gehad. Want dat is het. Ik heb echt puur geluk gehad. Ik mocht nog niet weg. Wat zijn je nu voor jou dan? de dingen waar je blij van wordt? deze beperkingen oh. waar we toch wel een beetje in zitten? Hè? Toch lekker met mijn kinderen samen zijn. Want ze zijn eigenlijk alle twee het huis uit toch? Ja, ze toch? zijn alle twee het huis. Uit. Mijn dochter woont momenteel heel even bij mij. Ja. Dus dat heel gezellig. is. En gewoon samen zijn. Samen zijn met, met dierbare vrienden ook. Dus toch die kopjes thee met, met de moeder? Ja. ja. Gezellig kopje thee, dat doen we dan nu. is beter later dan nooit. Hey, wat ik eigenlijk helemaal niet wist, is dat je al een keer eerder getrouwd bent geweest. Ja. ja Hoe ja. oud was je toen? Ik was uh, 19. 19 toen je ging trouwen? Ja. Ik dacht dat ik al, omdat ik dus zeg, toen straks zei dat ik heel jong volwassen al was. Ja. En heel jong al van alles deed. Uh, dacht ik dat ik toen ik 19 was, dat ik al heel Volwassen was. Wat ik natuurlijk helemaal niet was. Nu, als mijn dochter gezegd zou hebben, of haar negentiende van Mam, ik ga trouwens ook zeggen: van, Ben je gek geworden of zo. Uh, en daar heeft mijn moeder me wel in laten gaan trouwens. Ze heeft wel, alle twee mijn ouders eigenlijk wel. En dat is dan na vier, vijf jaar is dat toch mislukt. En waarom is dat uiteindelijk toch stuk gelopen? Nou ja, omdat ik, ja. Hoe oud was dat. hij? Hij was 13 jaar ouder. 13 jaar ouder? Ja. Ja. Dus en 19 ja. en met een man van 13 ja. jaar ouder. Ja. ja, en hij had ook al een kind en zo. Dus, uh... dus jij was eigenlijk al gewoon op je 19e gezinnetje aan het. Uh... Nou ja, dat kind dat kwam dan in de weekenden natuurlijk. Ja, dus ja. Ik, ik kon dan vast oefenen. Maar ik, ja, dat, je, bent, je bent er nog niet. Je moet jezelf nog ontplooien. En... en waarom is dat uiteindelijk mislopen? Jullie gewoon een andere fase in je leven? Ja, natuurlijk. Ik wilde een andere kant weer op. En ik moest natuurlijk enorm groeien nog. En uh, hij was er eigenlijk al klaar mee. Dus uh, ja, en dan groeien je op een gegeven moment uit elkaar. En hoe oud was je dan toen je Jan tegenkwam? Toen was ik, uh, ik geloof, vijf, uh, 24. 24. Dus vrij, vrij kort daarop. Ja. Uh, Oké, okay, dan even een vast woord. Want um, op dat moment dat je getrouwd was, had je toen nog steeds met je moeder het tweedehands warehuis? Uh, ja. Ja? Ja, ja, toen had ik dat nog steeds. Ja. En toen kwam je Jan de Boevri tegen. Ja. En je zegt, nou, ik heb een winkel met allemaal mooie interieurspulletjes spelen. Nee, ik vond hem eerst in het begin helemaal niet zo leuk. Nee? nee. Maar jullie nee, nog je leren kennen, dat weet ik eigenlijk ook. Nee, niet. Je, kende, je kende Jan natuurlijk gewoon uit de pers. En toen dacht ik ja. altijd een beetje van: oh, ja, die man die kakker, alles in het wit wil. Kakker. <laughs> en mijn moeder had dan wel spullen bij hem gekocht. En toen op een gegeven moment kwamen we toch in contact met elkaar. En dan krijg je een gesprek en dan denk je... nou, je bent toch heel anders eigenlijk dan dat ik jou altijd zag. En uh, nou ja, van de een kwam het ander. Toen sloeg de wonk over. De wonk sloeg over, ja. En met succes natuurlijk, hè? Bedoel, ja. uh... 34 jaar. Ja. Ja, long time. En hij heeft me leren kijken en dat was ook heel mooi. Dat hij gewoon... Uh, ik weet nog goed dat we de eerste keer. Ik had natuurlijk helemaal geen verstand van kunst en zo. En dat wij zaten te eten ergens. En dat hij zei: van, uh, En wat voor kunst hou jij dan van? Toen dacht ik: Oh, mijn god. <laughs> ik heb tot zo geen idee. En ik had toevallig net gehoord dat het uh, restaurant waar wij zaten. Er hingen Wallace Things. En dat had ik net gehoord. Ik denk, nou, de gooi ik dat er toch in. Ik zei: Nou, die Wallace Things die hangen, dat... dat spreekt mij wel aan. Toen dacht hij: Nou, die heeft er totaal geen verstand van. En toen heeft hij me wel overal mee naartoe genomen. En toen gingen mijn ogen gingen ook open voor kunst. En dat heb ik van Jan geleerd. Als jouw huis in brand staat, wat neem je dan mee naar buiten? Oh my god, zeg. Um... Nou, dat is natuurlijk inmiddels een, een, een verzameling van ja, allemaal bijzondere dat, spullen. Dat, dus... Ja, nou, dat zijn toch, toch de fotoalbums. En die liggen in een brandkast, kan ik je zeggen. Daar hebben we wel voor gezorgd. Ja. Want het, bedoel, dat is, dat is al, al je herinneringen is het mooiste wat er is. Dus wat kan je, wat zou je dan nog mee pakken? Onder je arm mee? Los van de kinderen en zo die thuis zijn, natuurlijk. Ja, weet je, ik hang niet zo aan spullen. Nee? nee juist, juist die emotionele dingen, die vind ik het meest waardevol. En hoe ging dat dan in de samenwerking? Want jij en Jan deden natuurlijk samen het arsenaal. Oh, bloedbonjer. Oh ja? Om, ja. Ja, daar moest ik in het begin natuurlijk heel erg aan wennen. Omdat uh, ik ben een ram en hij is een leeuw. Hij was een, ja, was, is, ik zit, heet het. Zo wennen, zo wennen aan die nieuwe realiteit. Maar wij konden echt bloedbonje hebben over dingen. En meestal dan dacht ik van, ja, oké, okay, doe maar wat jij wil. Op een gegeven moment dacht ik, ik ben er klaar mee. Maar ik ging ook op een gegeven moment dingen niet meer overleggen. Ik deed het gewoon, en ik kon ik boos worden. Ik moest zo lachen dat ik laatst dacht van, hij heeft alle schrootjesplafonds weggehaald en ik breng ze er nu weer in. Omdat ik het weer helemaal leuk vind en wat ik dat natuurlijk niet echt bewust heb meegemaakt. Ben ik nu weer met interieur's bezig? Ik zit hier ook naar boven te ik kijken, ik zit ook allemaal hout tegen het plafond aan. Dat ik weer houten plafonds maak. Dus ik denk, als hij dat hoort en ziet, dat hij zich omdraait in zijn graf. Of dat hij denkt, dan de, de, heb je er dat eigenwijs oh, stuk dus denk, Ja, precies, waarschijnlijk wel. Ja. Hebben jullie dat heel bewust beleefd nog die laatste twee jaar samen? Um... Of wilden jullie misschien ook juist helemaal niet zo de focus opleggen? Nee, we, hadden wel, we deden natuurlijk heel erg veel samen. Op een gegeven moment ging dat natuurlijk niet meer. Vooral dat reizen ging niet meer. En toen ben ik wel uh, dingen alleen gaan doen, maar dat was dan vaak zakelijk. En dat vond hij wel oké. Okay. Maar jezelf niet te verliezen, maar ook er voor je partner te zijn. Dat was best wel een lastige. En dan ben je daar misschien toch al een beetje naartoe aan het leven... maar dan is ja. het zover en dan, uh, dan wordt het besef ja, natuurlijk een beetje uh, Ja, maar dat is, dat is pas het moment als het, als het dan gebeurt. Dan is het een, een heel raar moment. Je zit in een soort rare film, zit je. Ja. Die, die, dat bewustzijn, die realiteit, die komt daarna pas. Maar nu ook nog, weet je. je ja, omdat elke eerste dingen, de, de eerste kerst zonder elkaar, de eerste verjaardag zonder elkaar. Het zijn allemaal. Je moet heel erg wennen aan een nieuwe realiteit. Ik leef wel heel erg in het nu hoor. Dat... En weet je, over tien jaar zien we dan wel weer hoe het dan weer is. Ik hoor een hele, een hele sterke vrouw. Ik, dat imago heb je, maar ik denk ook dat dat ja. daadwerkelijk zo is. Ja. Um, misschien wat vaker gewoon even een uurtje op de bank zitten met de benen omhoog. Weintje. Met een wijntje. Dat vind ik wel gezellig. Hoor. Ja. Ik denk dat de dood is nog leuker dan wat ik heb meegemaakt